Welkom terug bij Vogelen met Limosa. We zijn weer eens in de schitterende Amsterdamse waterleidingduinen. Daar kom ik heel graag. En het leuke daarvan is dat je vrij mag wandelen. Je hoeft je niet aan de paden te houden. Je kunt daar struinen in het grootste gedeelte. En dat is toch altijd extra leuk. Hier zien we weer een oude bekende. Die hebben we al een aantal keren gefilmd. De roodborsttapuit. Een behoorlijk algemeen vogeltje hier in de duinen. Het is eind september en dat is wel ongeveer het laatste wat we dit jaar van hem gaan zien, want de meeste roodborsttapuiten die trekken naar Zuid-Europa in de winter. Het is een jong mannetje. Hij heeft al wel de mooie rood zalmkleurige borst en je ziet ook al de witte vlek in de nek, maar het kopje is nog niet echt helder zwart. Integendeel is het nog een beetje bruinachtig met mooie donkere streepjes bovenop de kruin, kun je hier heel goed zien. Als ze terugkomen van het vroege voorjaar, de late winter, dan is de kop helemaal zwart en is de witte vlek in de hals is heel duidelijk te zien. En is het rood nog duidelijker uitgekleurd. Het vrouwtje is veel egaler en doffer gekleurd. Dan moet je maar eens kijken in een van de vorige filmpjes, dan kun je dat heel goed zien, het verschil. Het is nou een van de vogels in Nederland waar het behoorlijk goed mee gaat, omdat ze houden van een beetje ruige natuur. Doornstruiken, meidoornen, grassige gebieden, dat vinden ze allemaal prima. Hier zie je mooi een roodborsttapuit op de rug, zie je de schitterende tekening. En je ziet ook dat hij een lel van een libel te pakken heeft. Hoe die nou gaat opeten, dat zal me nog verbazen. Maar het lijkt hem toch wel te lukken. Doorgaans hebben ze wel wat bescheidener prooi. Ja, hop weg, kijk. Ja, leuk hoor. Vaste klant van duingebieden. Iets verderop zag ik dit valkje zitten, een torenvalk. Die hebben we natuurlijk ook al een aantal keer gezien. Het grijze, egale, grijze kopje verraadt dat we hier met een mannetje te maken hebben. Konden we even later ook goed zien toen hij aan het vliegen was. Het vrouwtje zou een bruin kopje hebben met soortgelijke tekening als ook op de rug. Het is een redelijk algemene vogel ook hier in de duinen. Zullen wel een aantal paartjes broeden. En hier kun je heel mooi zien dat hij aan het bidden is. Boven een grassig gebiedje. Even zweven. Mooie rondjes trekt hij dan. Als je de film hier stilzet, dan zie je ook dat hij een egaalgrijze staart heeft met een donkere eindband. Dat is ook kenmerkend voor het mannetje. Dit is een ander exemplaar. Ze waren met z'n tweeën, het vrouwtje. En die heeft een gebandeerde staart. Ze is hier ook aan het bidden. Er is blijkbaar genoeg te eten hier in de waterleidingduinen om een of meer paardjes toornvalken te onderhouden. Die blijven hier wel in de winter, want er zijn de hele winter voldoende muizen doorgaans en dat biedt voldoende voedsel om niet weg te trekken. Hier zien we een sperwer. Je kunt, als je een beetje goed kijkt, de gebandeerde ondervleugels zien. En ook dat flapperen en dan zweven is redelijk kenmerkend van de sperwer. Die zweeft namelijk in de richting dat hij aan het vliegen is. Dat kun je hier natuurlijk moeilijk zien, want je ziet op de achtergrond alleen maar lucht. De torenvalk zweeft ook, maar dan zweeft hij rondjes om een goede plek te zoeken om daar dan te gaan bidden. Dat doet deze sperwer niet. Een aantal snelle vleugelslagen. Veel sneller en jachtiger dan bij de havik. Je kunt ook zien dat de vleugels zijn wat afgeronder dan bij de torenvalk. Die zijn wat spitser en smaller. Maar je ziet ook wel dat het een geoefend oog vergt om het onderscheid te zien. Zeker zoals je in dit geval weinig contrast ziet, omdat hij tegen de lichte wolken aanvliegt. Dan lijken ze ook wel behoorlijk veel op elkaar. Sperwer is niet zo algemeen als de torenvalk in de duinen. Er wordt ook wel gezegd dat hij last heeft van bejaging door haviken. Die zijn in de laatste tientallen jaren ook helemaal naar het westen toegekomen.
Maar het is ook geen zeldzame gast hier in de duinen. Nou, dat was hem voor deze keer. Tot de volgende keer.